Surinaamse ondernemers staan open voor groei en willen graag naar een hoger niveau. Tot deze conclusie komt de International Passive Wealth Coach uit Curaçao, Shadiska Nicolina. Door middel van Passive Health is ze van plan om lokale ondernemers het beste te laten halen uit hun bedrijf. Passive wealth is eigenlijk passieve inkomsten creëren. Want op school leren we, je gaat naar school, je gaat voor iemand werken en dan ga je een baan zoeken en met pensioen gaan. Maar passive wealth is in het begin heel hard iets voor jezelf opbouwen. Dus of je begint je eigen bedrijf en dan ga je het zo opzetten dat je het automatiseert. Dat je als je met vakantie gaat, dan kan je toch wel lekker genieten en toch geld verdienen. En dat is waar ik mensen mee help. Want iedereen, op school leren we dat je moet gaan werken. En dat is active wealth. Maar passieve inkomsten is zo belangrijk om de vrijheid te creëren voor jezelf en je familie. Ondernemers moeten volgens Nicolina hun eigen economie kunnen creëren. Dit kan onder andere door het opstarten van een eigen bedrijf. De stappen die hiervoor genomen moeten worden, zal zij tijdens een eendaagse workshop in het Lalaroek-gebouw presenteren. Deze wordt georganiseerd door Tamadoda NV. Tijdens de workshop zullen naast de passieve inkomsten ook de persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Suriname is op dit moment een enorme dynamiek gaande, een creatieve kracht stroomt er door Suriname heen. Heel veel gedrevenheid, mensen zijn met van alles en nog wat bezig. Ik heb nieuwe ondernemers zien groeien de afgelopen jaren. En straks, mocht er olie gevonden worden, dan moeten wij, dat heeft Staatsolie terecht opgemerkt, dan moeten wij zorgen dat wij opleffelen, omdat die buitenlandse ondernemers gaan natuurlijk kijken van, hey, kan ik ook marktaandeel pakken in die spin-off industrie in Suriname. En als we slim zijn, dan connecten we ze met ze, zodat wij hun kunnen helpen om hier samen de business te doen. En wij gaan zelf ook marktaandeel pakken. De Indaagse workshop Multiple Streams of Success wordt morgen gehouden in het Lalaroek gebouw.